Hallo allemaal, daar ben ik weer met een nieuw filmpje. Hij is er hoor, de nieuwe catalogus van Stampin'Up. Mei 2022 tot april 2023 boordevol met allerlei producten van Stampin'Up en uitgewerkte voorbeelden. En met het uitkomen van de nieuwe catalogus zijn er natuurlijk ook nieuwe inkollers uitgekomen. En die ga ik jullie verder in dit filmpje laten zien. Er zijn in totaal 5 kleuren. En van iedere kleur zijn verschillende producten gemaakt. En die ga ik nu presenteren. Als eerste de Starry Sky. De Orchid Oasis. De Sweet Sorbet. Tahitian Tide. En Parakeet Party. Dit zijn allemaal A4 cardstocks. Maar dan zijn we er uiteraard nog niet. Want daarnaast zijn er ook nieuwe inkpads. In dezelfde kleuren. Sweet Sorbet, Starry Sky, Parakeet Party, Tahitian Tide en Orchid Oasis. Met de handige systeem zoals je gewend bent van Stampin'Up. Deze gaat nog een beetje stroef, maar dat komt door de nieuwigheid. Daarnaast is er ook heel mooi designpapier van 6x6 inch. Hij zat nog in het plastic. Met verschillende designs. In dezelfde kleuren. Als de inkt en de cardstock. Deze hebben aan allebei de kanten een design. En als laatste is er ook nog prachtig glitterpapier. Ook nog ingepakt. Hij wil niet uit het zakje. Ook in dezelfde kleuren. Sweet Sorbet. Parakeet Party. Tahiti in Blue. The Starry Sky. En de Orchid Oasis. Nou, als dit 2 mooie kleuren zijn. En ik probeer het in beeld te krijgen. Ja, lukt vrij aardig. De glinster op het glitterpapier. Mooi verloop ook van donker naar licht. Om prachtige creaties weer mee te maken. En tot slot is er in deze kleurserie zijn er ook nog de refills van de inkpads. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.